maar. Met behulp van een hoogwerker werd op 16 november een 48 meter lang schilderij gedemonteerd op Schiphol. Het werk van Maurits Cornelis Escher hangt sinds begin 2008 achter de paspoortcontrole in Lounge 4. De luchthaven heeft het kunstwerk in bruikleen van eigenaar PostNL. Hij kan helemaal goed gekeurd worden door jou. Ja. Aangezien Lounge 4 een upgrade krijgt, gaat het schilderij tijdelijk in de opslag. Nou, wat het typisch Escher maakt, is dat de figuren heel mooi in elkaar overvloeien. De vormen zijn heel kenmerkend en je ziet dat het heel naadloos in elkaar overvloeit. Dus dat is typisch de zogenaamde Escher-techniek. Nou, Escher past goed op Schiphol, omdat het een internationaal heel bekende kunstenaar is. En wat ik zo mooi vind, is dat hij hier fantastisch vrij in de ruimte hangt. Hij hing voorheen in het postkantoor in Den Haag. Die ruimte was veel kleiner, het was veel lager. Dus hij komt hier gewoon veel en veel mooier tot zijn recht, omdat hij ooit bij Post gedaan heeft. Naar verwachting nemen de werkzaamheden 4 maanden in beslag. Als de lounge klaar is, keert ook de Escher weer terug.